vandaag hebben we even een kalfjesvoerder zien. Of in goed Twents kiesjes wetten. En nu wordt het pas echt interessant. We gaan naar de kleintjes toe. Wat is er hier voor zooitje? Wat gaan jullie doen? Boefje. Klaar, meid. Loop zo achter, ja. Ja. Boekje. Kom. Hier, Blin. Blijf in jouw hokje. Wat een boekje. Nou goed, en in totaal zijn hier nou 7 kalveren. Daar nog eentje, hier nog eentje. En deze, dit kalf is van de laatste video koekalverij. Hallo. Oké. Hey. Nou, ik laat jullie even zien hoe we de melk klaarmaken. We nemen 1 emmer. Met heet water. Belgisch blauw. Lurkt als de linde vanaf hangt, ja, dat is ook zo. Ik wil even kijken waar de camera is, maar die speel ik niet te top meer, dat vind ik wel niet. De speel is een beetje kapot, maar goed, dat maakt niet uit. Een beetje melkspitteren is niet goed voor mijn camera. Hier nog een dame, die is net een dag oud, die moet de oorbellen nog in hebben. Kom eens, meisje. Hé, hey, kom maar. Kom, jongens, op. Ja, goed zo. Andersom. Jij kunt het ook wel. Kom maar. Iets achteruit. Daar moet je wezen. Maar doe maar een beetje je best. Dat dacht ik wel. Nou. Kom maar.
Koppel op. Waarom doen we met die speenhemmers? Heet de speenhemmer? Vrij logisch. Shit, meld op de camera. Is vrij logisch. Is een emmer met een speen. Waarom is dat? In de eerste 2 weken van het leven van een kalf krijgt een kalf als ze drinken met een kop met de neus een beetje op 70 centimeter van de grond. Ik heb niet bedacht, het is zo. De slokdarmsleufreflex. Dat betekent zoveel dat in de slokdarm komt een sleufje en daardoor komt de melk in de lipmaag en niet in de pens. En dat wordt, is beter voor de vertering. Waarom in deze 2 er nou niet meer? Nou, die zijn verouderd. Oh, op de camera. Die zijn verouderd. Deze ook. Die is verouderd. Nou, die is van de net zei koekalvrij video. Dat lijkt me wel grappig. Deze en deze. Maar vooral die. Lijkt me nou wel grappig. Om dat beestje te volgen de rest van zijn leven. Tenminste, de rest van zijn leven met die hier is. Dus, kalf 97,50. Die gaan we een beetje volgen. We gaan hem morgen gaan we met een grote stro op doen. En dit is een boekje, maar ik ga zelf gek open krijgen. Morgen gaan we met een grote stro op doen. En dan komt hij vast wel een keertje weer voorbij. En dan van lieverlee komen we steeds iets verder. En dan gaan we kijken of we de eerste keer kalf, zelf een kalf krijgen. En gemolken worden in de robot. Maar goed, dat duurt nog 2 jaar. En misschien ben ik dan het YouTube maar wel zat. Dat weet ik niet. Hangt helemaal van jullie af. Dat is zover van jullie af. Of jullie liken, reageren en abonneren.